Vier medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenhuis met een talent voor fotograferen waren in de race voor het perfecte ASZ-plaatje. De kandidaten moesten een foto maken voor de nieuwe arbeidsmarktcampagne van het ziekenhuis. En de winnaar is... Marleen Kuipers, de winnares. Lekkere fles champagne en een bos bloemen. Nou, hier zie je Peter en Lisette, allebei SEH-verpleegkundigen. Ze is nu al wel afgerond met haar opleiding, maar Peter is al een paar jaar opleider op de SEH. En het ging er eigenlijk om dat je iemand moest hebben, zoeken, die hier iets belangrijks voor de afdeling betekent. Dus toen dacht ik, nou, Peter vind ik altijd een vrolijke, positieve verschijning op de spoed. Dat zie je ook wel in zijn blik, volgens mij. Dus ik denk, nou, ik ga hem eens vragen. En dan met de leerling erbij. En de collega van mij was zo vriendelijk om daar het been te breken. Dus, dat is het resultaat. Het was als jury zeker lastig om alle inzendingen te beoordelen. We hebben er ook echt wel flink de tijd voor genomen. We waren ons er zeker van bewust dat het ook een hele uitdagende opdracht was. Het was ook een echte opdracht en geen fictieve opdracht. En... We zagen dat het best wel lastig was. Je hebt met een bepaalde opmaak te maken waar de foto in moet passen. We hebben ze ook gevraagd om verhalen op te halen in het ziekenhuis. Dus het was meer dan alleen een foto maken. Een mooi plaatje maken, het perfecte plaatje. Maar ik denk wel dat we een goede keuze hebben gemaakt. Het is wel echt iets voor mij. Dus ik denk, nou, ik doe mee en dan zien we het wel. Nou ja, hier staan we weer. Ja.